mijn eerste introductiedag. Ik ben nu aan het wachten op een shuttlebus als het goed is. Ik heb echt geen idee wat er allemaal te wachten staat, maar ik hou je op de hoogte. Mijn allereerste officiële schooldag vandaag. Het is donderdag, een beetje een gekke dag. We beginnen hier blijkbaar halverwege de week met de courses. Het is echt heel apart. Maar ik laat je weten hoe het gaat en hoe het is gegaan. Wat zijn we aan het doen? Nou, we hebben een mooie videofilmcamera en we gaan een workshop doen over fotografie of zo. En waardoor is het georganiseerd? Vanuit Wilkie Universiteit hebben ze dat geregeld. Oh, tof. En waar gaan we nu heen? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Dat is zeg maar Turks. Je loopt gewoon achter de mensen aan en dan ineens ben je ergens. Okay. Nog even als afsluiting van mijn video. Ik zou in het buitenland studeren echt iedereen aanraden. En zeker als je op zoek bent naar een wat uitdagender land, ga dan naar een land in het Midden-Oosten. Wat ik heel fijn vond aan mijn universiteit is dat zij verschillende dingen organiseerden zelf. Waardoor je gewoon heel makkelijk in contact kwam met andere Erasmus-studenten. Maar wat ik ook wel heel erg zou aanraden is zoek contact met locals die hier gewoon al een paar jaar wonen, hier zijn opgegroeid en die alle ins en outs weten. Want die kunnen je dan echt op allerlei verschillende plekken mee naartoe brengen. Succes met het maken van een keuze voor een land wat bij jou past. Doeg!